heb eigenlijk altijd in de horeca gewerkt. Ja, ik kwam zonder werk te zitten, omdat er wat reorganisaties in het bedrijf waren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik had een afspraak met meneer Huissen. Oké, neemt u maar even plaats. Ik ga hem even waarschuwen. Prima, dankjewel. Goedemiddag, advocaatcollectief. Eigenlijk in die tijd heb ik mijn partner leren kennen. Die is in principe eigenlijk hier op vakantie gekomen. Uiteindelijk is zij gebleven. Zij kwam uit Zuid-Spanje. Ja, ik zat natuurlijk zonder werk, dus ik heb een uitkering aangevraagd. Goedemiddag, meneer Huissen. Hoe is het met u? Ja, prima, met u. Goed? Ja, mooi. Komt u mee? Ja, dankjewel. Ja, in principe heb ik wel uitkering gehad, alleen dat kreeg ik dan alleen de helft, omdat mijn partner dus bij mij inwoonde. Nou. En daar was ik natuurlijk helemaal niet mee eens dat ik werd gekort, omdat zij natuurlijk geen inkomsten had. Dus wij hebben het eigenlijk heel lang met nog geen 700 euro per maand moeten doen. Ik heb natuurlijk incasso's bureaus en dat soort dingen heb ik mee te maken gehad. En natuurlijk, dat wordt alleen maar hoger en hoger als je niet betaalt natuurlijk. Ja, toen heb ik dus eigenlijk daar ben ik best wel depressief van geworden. Natuurlijk omdat ik natuurlijk niet mijn vaste lasten daardoor kon betalen. De gemeente bleef bij hun standpunt vasthouden. Ja, toen is meneer Huissen daar natuurlijk tegenin gegaan. Bezwaar gemaakt. En nou ja, eerst maar proberen te krijgen dat hij in ieder geval die alleenstaande 900 euro zelf krijgt. En nou ja, vervolgens is er toch ook discussie over van ja, moet zijn partner niet gewoon meetellen? Ze is immers EU-burger. Mm-hmm. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uiteindelijk door, toen waren we al bij de Centrale Raad van Beroep, beroep te doen op een uitspraak in een vergelijkbare casus. Niet dat de gemeente dan denkt, oh, dat zou in deze zaak ook eens kunnen gelden. Nee, dat moet jij doen. En dan zou dus een burger dat alleen moeten gaan bedenken. Dat is onmogelijk. Dan moet je echt de jurisprudentie gewoon goed voor kennen. Denkt u dat u deze zaak zelf tot een goed einde had kunnen brengen? Nou, dat weet ik wel zeker van niet. Dat had mij niet gelukt zonder het advocatencollectief. Als heel veel mensen het niet in staat zijn hun eigen problemen op te lossen. Ja, dat is natuurlijk. Die mensen die gaan natuurlijk alleen maar achteruit daardoor. Als ze dat willen afschaffen, bij wie moeten ze dan terecht? Dan blijven ze maar met problemen natuurlijk. En die worden alleen maar erger als het niet wordt opgelost.